Deze handleiding betreft voertuigen die zijn uitgerust met een knop SOS noodoproep. Om 3 jaar lang te kunnen profiteren van de Connected Services op uw online navigatiesysteem, inbegrepen bij de aankoopprijs van uw auto, moet u het systeem activeren om de volgende services te kunnen gebruiken. Real-time verkeersinformatie. Het weer. Localisatie van parkeergarages en benzinestations met actuele tarieven. Online points of interest zoeken. En de optie gevarenzones. Als u niet tijdens de aankoop van uw voertuig heeft aangegeven van deze service gebruik te willen maken, kunt u dat later alsnog doen. Deze services zijn beschikbaar als het logo TomTom Traffic wordt weergegeven. De stappen die in deze video worden beschreven, moet u uitvoeren met draaiende motor. We beginnen met de instellingen van uw services. Klik op het navigatiescherm op het pictogram tandwiel om een gebruikersprofiel te kiezen. De configuratie ervan is persoonlijk. Als u meerdere profielen hebt, moet u elk profiel apart configureren. Klik op het navigatiescherm op Menu, Instellingen en dan op het tabblad Kaart. U moet dan Versturen van gegevens toestaan aanvinken om over de diensten te kunnen beschikken. U kunt uw instellingen later op dezelfde manier veranderen als u niet wilt dat uw geografische locatie wordt doorgegeven. Maar dat betekent dat de diensten aan boord van uw voertuig worden onderbroken. Valideren door op OK te klikken. Nu moet u de activeringsstatus van de diensten checken door op het pictogram Notificaties te klikken en vervolgens op Gegevens diensten. Klik op het pictogram Wereldkaart. Na enkele seconden moet de status van de online diensten veranderen van Niet beschikbaar in Aan. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de klantenservice. De beschikbaarheid van de online diensten moet nu beschikbaar aangeven. Mocht u zich in een zone zonder netwerkverbindingen bevinden, verplaats dan uw voertuig en klik opnieuw op het pictogram Wereldkaart. Het logo TomTom Traffic is intussen verschenen rechtsonder in beeld. Nu hoeft u alleen nog maar de services die u op de kaart wenst te zien uit te kiezen. Klik daarvoor op het pictogram Instellingen Kaart en vink de gewenste services aan. Goede reis!